Een fietser is zondagmiddag op de burgemeester de Raadsingel bij een aanrijding zwaar gewond geraakt. De fietser is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De fietser wilde de Aart de Gelderstraat inrijden en zag mogelijk een tegemoetkomende personenauto over het hoofd. Laat de politie weten op Twitter. Omstanders zeggen dat de auto en fietsers beide op de burgemeester de Raadsingel reden en dat de fietser geschept is toen hij wilde afslaan. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen voor het ongeluk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval in het centrum en vraagt getuigen zich te melden.